Mensen die klachten of griepverschijnselen hebben, moeten niet naar het werk. Dit accentueerde directeur Rakesh Gayadhar Sukul van het ministerie van Volksgezondheid gisteren in een Zoom-persconferentie in het kader van de recente COVID-19-ontwikkelingen in Suriname. Personen met verschijnselen moeten zich eerst laten testen op COVID-19. Voor Abe Abaradati, dan kan ik zeggen dat als je klachten zijn geen COVID en zijn geen griep, dan heb je voor koud, koso koso, goroi ati, keelpijn, lichaamspijn, koorts. Als je die klachten hebt, gaat u zich niet begeven binnen anderen. Want vooral als we kijken naar de positief percentage rate, zoveel procent van de getesten zijn positief, dan moet u beseffen dat de epidemiologische vertaling daarvan betekent dat er zoveel maal meer mensen rondlopen buiten dan het aantal bevestigde gevallen. Dus er is een behoorlijke kans dat u het ook heeft. Gayadhar Sukul zegt verder dat werknemers er vooral voor moeten zorgen dat ze geen collega's besmetten, omdat de situatie dan beroerder wordt. Het is de bedoeling dat een ieder op zijn hoede blijft en zichzelf monitort. De directeur zegt dat nu vooral asymptomatische personen een groot gevaar zijn. Ga zo snel mogelijk om te testen. De testlocaties zijn wel druk, dat wel. Maar ja, we moeten een oplossing zoeken. Als je moet wachten, wacht zodanig dat je anderen niet besmet. Of misschien heb je geen COVID, heb je andere klachten die gerelateerd is met een ander micro-organisme. Zorg ervoor dat jij ook niet besmet wordt door anderen. De Zoom-meeting was bedoeld om mensen te informeren hoe om te gaan met COVID-19 in thuis- en werksituatie. Gayadhar Sukul zegt dat mensen met medici moeten terugkoppelen ten aanzien van hun verzuim. Autoriteiten stelden eerder dat werkgevers begrip moeten tonen voor de huidige situatie rond de COVID-19-ontwikkelingen. Het is de bedoeling dat er bij verzuim een verklaring van de arts wordt meegegeven voor de werkgever.